laatste nieuws uit Almelo lees je op avisie.nl. Dubbelavisie.nl. Een goede avond, luisteraars. U luistert naar de lokale omroep Almelo. Ik ben Lieneke Bolhuis en we hebben uw hulp nodig. Wij dreigen onze zendmachtiging kwijt te raken. Dat betekent geen Almeloos journaal en geen Almeloose radio meer. 35 jaar geleden zijn wij begonnen in een flat. We zijn uitgegroeid tot een omroep die de stem van Almelo is. Het bijzondere aan de omroep is dat wij al sinds de oprichting werken met vrijwilligers. Mensen met een passie voor het vertellen van het verhalen uit de Almeloze samenleving. Met meer dan 75 vrijwilligers brengen wij het dagelijkse nieuws bij de inwoners van de gemeente. Maar wij zijn ook een kweekvijver voor talenten. Bij ons zijn begonnen Martijn Nijhuis, Mark Adriani, Michiel Veenstra, Martijn Bruggeman. Maar ook herintreders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt doen bij ons werkervaring op en vinden een baan. Wij staan op het punt de zendmachtiging te verliezen aan een omroep die opereert vanuit een andere stad. Onze zendmachtiging, die we al 35 jaar met trots hebben, dreigt onze stad uit te gaan en te verdwijnen naar Enschede. We zijn een petitie gestart. Zoals een van onze vrijwilligers zegt, SVP ondertekenen. Anders raak ik een donders mooie hobby kwijt en Almelo een donders mooie omroep. Vindt u ook dat lokaal moet blijven? Teken dan de petitie. U kunt deze vinden op avisie.nl. Wij zijn klein begonnen en denken groot. Het volgende nummer is voor al onze vrijwilligers die dagelijks het nieuws brengen. Het beste moet nog komen. The best is yet to come. Het laatste nieuws uit Almelo lees je op avisie.nl. Dubbelavisie.nl.